Job hier, aka de Tuber. Oh my god, ik ben super excited. Ik werd vanochtend wakker en ik stond op het punt om een gloednieuwe Roblox video op te nemen. Toen mij in één keer verteld werd, door Roblox zelf, het stond namelijk op de voorpagina, dat er momenteel regenboog Lucky Blocks zijn. Ik heb ze direct unlocked voor 400 Robux. Gaf mijn virtuele portemonnee echt wel even een virtuele hartaanval, want dat is namelijk best wel heel erg veel om te spenden. Maar ik doe dat natuurlijk met één hele goede reden. En dat is omdat ik vandaag samen met jullie wil gaan kijken wat voor epische dingen wij kunnen krijgen uit deze zogeheten Rainbow Lucky Blocks. Smash dus een hele dikke vette like op deze video als jullie dat nog niet hebben gedaan. En let's freaking do this. Ik ga er zoveel mogelijk pakken. Ik gooi mijn hele inventaris ermee vol. En let's go. We gaan de allereerste openmaken. Wat zit erin? Oké, interesting. En wat hebben we hier? We hebben hier een of andere bloemenzwaard. Oké, dat is een mooi begin. De volgende. Wat zit hierin? Oh my god. Dit is gewoon letterlijk... Wow! Kijk dan, wat voor spoor die achterlaat. Dit is gewoon literally een regenboog samurai zwaard in samenstelling met een enorme bel. Hiermee kun je gewoon een hele jungle in één keer kapot hakken. Oh gosh, dat is zeker naar voor de concurrenten die ik momenteel heb. De volgende, wat hebben we hier? Oeh, die ziet er pijnlijk uit. Dit is gewoon een barbecue en een zwaard in één. En we hebben hier nog een hele mooie boog gekregen. Maar met dit zwaard wil ik wel... Oh my god. Er zijn gewoon vliegende mensen. Are you freaking serious right now? Alleen kan ik ze dus waarschijnlijk nu niet aanvallen. Oh, ja. Oh, shit. Oeh, hij wil vechten. Hij wil vechten met mij. Hij wil vechten met mij. Ja, oké. Okay. Ik heb hem gekilled. Ik heb hem gekilled. De allereerste kills in de building. Oké, wat zit hierin? De volgende snel. Ik maak hem open. Oeh, wat is dit? Oké, deze ziet er wel heel erg gevaarlijk uit. Oeh, oké. Kom op, kom op, kom op. Oeh, ja, ik heb hem geraakt. Ik heb hem geraakt. Oeh, ik heb die ook geraakt. Kom op. Oh, kom op. Ja, nice, heb ik hem. Bijna. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb de allereerste. Nu de tweede. Nu de tweede. Er was er nog één. Ik heb ze allebei. Ik heb ze allebei gekilled. Oh my god. Ik dacht legit dat ik er maar één had gekilled. Maar ik heb ze allebei. Double kill in de building. Oké, de volgende. Wat zit hierin? Wat is dit? Het is een ninja ster. Ik herhaal. Het is een freaking ninja ster. Ik vind dat sick. Want in films zie je dat altijd. Dat ze met die dingen gooien. Oh my god. Oh, ik raakte hem nog. Ik raakte hem legit vanaf hier. Oké, dit is werkelijk waar bizar. De volgende. En nu de allerlaatste. Wat zit hierin? Wij hebben gekregen... Oeh, een gun. Oké, kom op. We gaan proberen vanaf hier al te raken. Oeh, dit ziet er gevaarlijk uit. Dit ziet er gevaarlijk uit. Dit ziet er gevaarlijk uit, jongens. Oké, weet je wat? We gaan het gewoon even met dit ding doen. Kom hier! Kom hier! Yes! Oké, volgende. Volgende. Heb ik hem? Hij vliegt! Hij vliegt! En ik heb hem. Ik dacht even dat hij wegvloog of zo, maar niks bleek minder waar te zijn. Oké, we gaan proberen die Nia-ster op hem daar te gooien. Kom op, kom op. Hoesh. Ja, ja, ja. Oeh, net niet. Oh, of heb ik hem wel? Ik weet het niet. Ik zag hem wel verdwijnen in één keer. Wat is dat? Wat is dat? Is dat een kip? Of is dat... Kan ik hem... Oh my god, ik ben zojuist een kalkoen aan het barbecuen geweest. Apart, apart jongens en meisjes. Oké. We gaan eens even kijken of er een nieuwe concurrent is die wij kunnen gaan uitschakelen. Tot nu toe doen we het best wel goed. Ik kan niks anders zeggen dan dat. Tot nu toe doen we het best wel heel erg goed. Ik wacht op iemand anders die met mij het gevecht wilt aangaan. Ik vind het naar dat je mensen niet kunt aanvallen in hun basis. Dat verpest het een beetje. Oeh, er is daar iemand. Zou ik hem kunnen raken met mijn gun? Ik ga hem proberen te raken met mijn gun. Kom op, kom op. Ja, oké, kom op. We gaan hem proberen te raken. Oeh, oké, wacht even. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Tsss. Oh ja, ik heb hem gekilled. En hij had nog wel van dat soort gekke klauwen. Waarschijnlijk dacht hij in zichzelf dat ik alleen maar die gun had. En wou hij me daarmee aanvallen. Maar dat is hem gelukkig niet gelukt. Oké, next one. Is er somebody else who wants to fight me? Behalve meneer Kalkoen. Meneer Kalkoen is best wel aardig. Met Thanksgiving ligt hij altijd lekker uitgebreid op tafel om van gesmikkeld te worden. Dus ik waardeer hem, ik waardeer hem. Oké, is er iemand anders die met mij het gevecht wilt aangaan? Iemand die graag met Team Dutch Tuber zou willen vechten. Iets wat ik je sowieso niet aanraad om te doen. Ik zie daar wel iemand in zijn basis staan, zo heel schattig. Oeh, daar is een meisje. Daar is een meisje. Oké, daar gaan we. Kom hier. Kom hier. Kaching. Jammer. Ah, oh, dit is zo OP. Jij ook. Kaching. Oh, jij ook. Jij ook. Jij ook. Ik moet jou ook hebben. Ik moet jou ook hebben. Oeh, oeh, oeh. Ja, 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 ja. Oké, dan. Ik heb gewoon 2 kills in 1. Ik heb gewoon 2 kills in 1. Ik ben benieuwd wanneer iemand anders mij een keer gaat killen. Zou dit dan echt de allereerste video zijn waarin ik Lucky Blocks open en zelf geen 1 keer doodga? Dat is best wel een hele prestatie als je er zo over nadenkt. Oeh, dat meisje daar. Ze twijfelt of ze naar mij toe moet komen. Ze denkt in zichzelf van, ik kan natuurlijk wel gaan. Maar misschien is het niet heel erg tactisch. Ik wil eens kijken of ik met iemand kan killen met dit ding. Want die ziet er wel heel erg sick uit. Is er niemand anders die hier in het open veld loopt? Oh, ze komt hoor. Ze komt.
Ze komt, ze neemt het risico. Ze neemt het risico. Ze neemt het risico. Ze neemt het risico en... Ze heeft me gekild! Are you serious? Kijk dan! Haar health bar is helemaal leeg, maar ze heeft me toch weten te killen. Oh my gosh, dat had ik echt niet zien aankomen. Oké, de next one. Kom op jongens en meisjes, wat krijgen we? We hebben een regenbooggranaat. Ik herhaal... Dit is freaking OP. En wat zit hierin? Oké, deze ziet er... Oh my god. Oh my god. Oké, wacht even. Ik pak alvast even wat extra Lucky Blocks erbij. En dan ga ik direct verder. Want ik heb een freaking regenbooggranaat gekregen. Oké, als je dacht dat een normale granaat gevaarlijk was, maak kennis met het regenbooggranaat. Kan ik hem echt gooien? Ik kan hem gooien. Hoe erg is het als die explodeert? Oké, wacht. Dat was bizar. Ik ga proberen dat meisje daar aan te vallen. Kom hier, blond meisje. Ik ga je aanvallen met mijn regenbooggranaat. Ik herhaal, ga je nou serieus terug naar je basis? Wat ben je een pussy? Zou ik de kalkoen kunnen aanvallen? Hier, kalkoen, pak beet. Dit is zo bizar. Is er iemand anders die hier rondloopt en die met mij in gevecht wilt? Ik wil deze ook wel heel erg graag een keer uittesten. Oeh, die ziet er ook heel erg dangerous uit. Oeh, daar is iemand, daar is iemand, daar is iemand. Heb ik er? Heb ik er? Bijna, bijna. Regenbooggranaat, regenbooggranaat. Regenbooggranaat. Kom hier, kom hier, kom hier. Oké, ik ga deze gebruiken. Oeh, deze ziet er ook gevaarlijk uit. Ze wilt weg, ze wilt weg, ze wilt weg, ze wilt weg. Nee, gaat niet. Nee, shit, ik ben gevallen. Oh, nee. Nu ben ik weer in mijn eigen basis. Oké, ik had er wel bijna. Ik had er wel bijna. We gaan de volgende openmaken. Wat zit daarin? Wat is dit? Wat? Is dit een potion of zo? Wat is dit? Oh, wacht, die kun je drinken. En... Wow! Ik ben kapot snel. Oké, wacht. En ik heb een cape. Wat de heck? Ik ben letterlijk 10 keer zo snel en ik kan misschien wel 20 keer zo hoog springen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oké, daar gaan we. Wow! Ik maakte een gekke salto. Oké, oké, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op, kom op, kom op. Kom op, kom op, kom op. Ja, ik ga je killen hoor. Ik ga je 100% killen. Het spijt me, maar ik moet je van kant maken. Het spijt me, het spijt me. Het spijt, ik heb je. En nu jou nog. En nu jou nog. En nu jou nog. Ja, ja. Ja, ja, ik heb jou ook. En nu doe ik mijn caper aan. En kan ik vliegen. Of ja, vliegen is het niet echt, maar... Oké, wacht. Laat me even deze potion weer nemen. Dan ben ik namelijk weer 10.000 keer zo snel. Nice. Oh. Ik ben zojuist gekild door een mini-vrouwtje met een zwaard. Dit doet mij denken aan de gemiddelde Nederlands les die ik had op school. Altijd een mini-vrouwtje. Nou, in dat geval had ze geen zwaard, maar een boek waarmee ze mij sloeg. Maar dit is werkelijk maar bizar. Wat hebben we hier? Wow. Die beam die dit ding afvuurt, ziet er... Oké, kijk die pasa's. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Oké, wacht. We gaan proberen die pasa's aan te vallen. Laat me even nog een extra lucky block erbij pakken. Wat zit hierin? Ik heb een draak. Ik heb een freaking draak. Ik heb een freaking draak. Oh gosh. Oh gosh. Oké, wacht. Oké, wacht even. Wacht even. Draak, draak. Je gaat een beetje de verkeerde kant op. Je gaat een beetje... Je gaat een beetje... Heb ik nou een tennisracket? Ik heb een tennisracket. Ik kan hier echt totaal niet mee omgaan. Ik kan niet met deze draak omgaan. Het spijt me zeer, maar dit is niet mijn ding. Oké, ik herhaal. Deze draak is niet mijn ding. Ik heb wel een gun gekregen. Kan ik op de een of andere manier van die draak af? Wat gebeurt er? Deze draak die neemt zijn eigen initiatief. Draak, stop. Ik wil niet meer, draak. Oh, ik ben er afgegaan. Gelukkig. Deze draak was niet heel erg aardig voor mij. Ik heb een tennisracket. Oh my god. En hij vuurt tennisballen af die in de fik staan. Dat is bizar. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Oeh. Oh, oh, die chick die wil me weer pakken. Die chick die wil me weer pakken. Die chick die wil me weer pakken. Deze keer ben ik het die jou killt. Deze keer ben ik het niet die jou killt. Deze chick is zo... Ze is zo sterk. Hoe kan dat? Ik bedoel, meisjes zijn over het algemeen natuurlijk sowieso wel sterk. Maar ik had niet verwacht dat ze zo sterk waren. Oh, jij bent de peanut. Jij bent de peanut. Jij bent de peanut. Oh, shit. Ik ga weer terug. Ik ga weer terug. Het boze meisje komt er weer aan. Ik ga deze op haar gebruiken. Oké. Ja, ik heb haar gekillt. Ik heb ze allebei. Oeh, een grenade launcher. Ik heb een grenade launcher, jongens. Ik heb een grenade launcher. Oké, kom op. Kom op. Ja. Ja. Oeh, oké, deze is heel OP. En deze is nog veel meer OP. Dit ding wat ik nu in mijn handen heb, jongens en meisjes, is de definitie van OP. Wat kan ik hiermee doen dan? Heb ik nou zojuist mezelf gekild? Wat? Ik heb mezelf van kant gemaakt met een of andere gekke magische speer of zo. Dat was echt niet de bedoeling. Het spijt me zeer, maar oké. Dit is de allerzeldzaamste die je kunt krijgen. Ik zag het nog op de voorpagina van dit spel. Dit, jongens en meisjes. Oh my god. Ik heb een vliegend tapijt. Dit is bizar. En ik laat ook nog een of andere gekke regenboogparticle achter mij aankomen. Oh my god. En nu ga ik haar hiermee aanvallen. Oh! En nu jou, en nu jou, en nu jou.
Oh my god. Dit is OP. En ik ga er weer vandoor met mijn vliegende tapijt. Oh shit. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wacht even. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Rustig. Kom hier. Kom hier. Oké, jammer dan. Oh my god. Ik heb zojuist de combinatie gevonden van wapens. Het vliegende regenboogtapijt in samenstelling met deze. Doei doei. Oh my god, jongens. Let op. Ik ga hier naartoe. Ik stop. Ik schiet. Oh, ik schiet mis. Je boy Dutch Uber schiet mis. Ja, ik heb hem, jongens en meisjes. En we gaan er weer vandoor. Ik voel me nu echt een of andere gare superheld. Oké, daar gaan we. Oké, jammer man. Bijna. Oeh, ik heb hem! Ze wou net terug naar haar basis, jongens en meisjes. Maar ik heb haar. Wat is dit eigenlijk? Voor gekke gun. Ha. Oh, shit. Oké. Ik weet niet wat ik zojuist heb gedaan, maar dit is echt een super overpowerde gun. Ik teleporteerde haar gewoon literally weg. Gaat het vanaf hier lukken? Ik dacht heel even dat ik haar wel raakte, maar het lukte niet. Oké, daar gaat ze. Daar gaat iemand naar mij toe komen zo meteen. Ik voel het. Ik ga ondertussen een beetje rondvliegen op mijn vliegende tapijt. Ik kan nu geloof ik ook letterlijk elke... Wacht eens even. Ik kan misschien wel de map uitgaan nu. Are you serious? Jongens en meisjes. Ik ben de map uit. What? Are you serious? Oh my god. Jongens en meisjes. Je kunt met dit ding literally de map uitgaan. Dit is werkelijk waar bizar. Dit is gewoon echt een of andere Roblox hack, zou je wel kunnen zeggen. Oh my gosh. Als je deze hebt, kun je gewoon iemand killen. En daarna heb je geen eens een vluchtauto nodig. Je kunt gewoon de map uitvliegen. What the heck, jongens. Are you serious right now? Kan ik ook... Wat is dit eigenlijk hierboven? Dat doorzichtige. Is dat iets waar je op kunt staan? Nee. Maar, wauw. Werkelijk waar, wauw. Oké, let op. Oeh, bijna. Let op, jongens. Ik ga er eentje pakken. Ik ga jou pakken. Ja, ik heb hem. Ik heb er. En nu jou. Ja, ik heb jou ook. En nu alleen jou. Dan heb ik triple kill. Geef me die triple kill. Triple. Kom op. Triple. Kom op, geef me die triple kill. Geef me alsjeblieft die triple kill. Ja! Ik heb een triple kill! Ik heb 3 mensen gekilled en ik vlieg er vandoor op mijn tapijt. Wat? Waar is mijn tapijt? Wat? Waar is mijn tapijt? Ik vlieg nu literally door de lucht zonder dat ik op iets fysiek zit. Ik ben gewoon letterlijk aan het... Ik ben zo high dat ik gewoon zweef. Ik bedoel, het kan... Oké, jammer. Sorry, het spijt me. Maar ik... Oeh, wacht even hoor. Wacht even, dat is niet de bedoeling. Ik word bijna gekilled, jongens. Dat is niet de intentie die ik heb. Laat ik heel even wegvliegen, snel. Oh, nee! Iemand die heeft op mij geduft, lijkt het wel. Ja, maar ik heb een idee. Oké, wacht even hoor. Zo, ja, jou heb ik. En jou moet ik ook even hebben. Kom op, nee. Ik pak eerst jou daar. Eerst deze guy. Oké, kom op, rustig. Ja, jou heb ik ook. En nu alleen hem nog. Ja, ik heb je ook! Triple kill. Ik doe lekker wat ik wil. Ik zit met mijn bil op een tapijt. Ik heb echt die rare schijt. Hey. Jongens en meisjes, ik kan niks anders zeggen. Bij de haren trouwens. Wat de hel? Ja, sorry. Ik heb even mijn haren niet gedaan. Ik ben ook net wakker. Het spijt me. Maar deze Lucky Blocks zijn fantastic. Ik bedoel, je kunt naar iemand toe. Je stopt even. Je pakt je RPG. Je schiet. En je killt iemand. Zo easy kan het zijn. Jongens en meisjes, ik wil jullie van harte bedanken voor het... Gewoon gekillt bij je eigen basis. Are you serious right now? Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Het was je boy Dutchuber. Abonneren kan gratis hier beneden. Jullie zijn baas. Ik hou van jullie en tot de volgende keer. Oh, wacht even. Snel. Ah, net niet. Ofwel. Oeh, ze wacht daar. Wacht even hoor. Kan ik niet? Ja. Adios.